De probleemprojecten bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer zijn in kaart gebracht en worden uitgewerkt. Probleemprojecten zijn volgens minister Diana Pocky de bouwprojecten die door de vorige regering zijn geïnitieerd en niet zijn ontsloten. Nu wordt er volgens haar binnenshuis gekeken naar een oplossing om deze gebieden te ontsluiten. Want kijk, als je de mensen bos aanbiedt, weet je, er zijn geen wegen aangelegd, niks, geen nutsvoorziening, dan heb je de mensen eigenlijk niet geholpen. Maar we laten de mensen aanvaarden en dan gaan we even kijken met andere partners hoe we dan deze vraagstukken kunnen oplossen. Dus wat Altona betreft laten we de mensen gewoon aanvaarden en verder gaan met het project. Er komen nog nieuwe grondaanvragen binnen die gelijk worden afgehandeld. Pocky zegt dat het haar streven is om de aanvragen tot juli 2020 binnen haar zittingstermijn af te handelen. Dus om geen achterstanden achter te laten voor mensen. En de achterstanden welke we geconstateerd hebben, daar gaan we proberen om zoveel mogelijk de achterstanden in te lopen. Maar de zaken zijn niet, bepaalde stukken zijn nergens te vinden. Dus voor die probleemgevallen, als het te ingewikkeld is, dan gaan we die even moeten parkeren. Maar makkelijke zaken die juridisch niet zoveel ingewikkeld zijn, gaan we proberen af te handelen. Dus we voeren een tweesporig beleid wat dat betreft. Dus we zijn bezig met nieuwe zaken en tegelijkertijd de achterstanden proberen in te lopen. Minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer. Ze zegt dat er ook aan een oplossing wordt gewerkt voor het probleem van het stafdorp in Mungo. Geprobeerd wordt om de uitgegeven gronden weer in de boezem van de staat te krijgen.